Aan het begin van Jezus' rondwandeling op aarde kiest hij zijn discipelen uit, zijn volgelingen, zijn helpers. 12 mannen die met hem meegaan om van hem te leren en om hem te helpen. En ik lees een verhaal uit Matteüs 9 en daarin lezen we over de roeping van Matteüs. En het staat in Matteüs 9. Dus Matteüs schrijft dit over zichzelf. Het mooie trouwens van dit verhaal is dat Matteüs dit verhaal van zijn eigen roeping schrijft tussen allerlei wonderen die Jezus gedaan heeft. Jezus geneest zieken, hij wekt zelfs een dode op en dan komt de roeping van Matteüs. Alsof Matteüs daarmee wil zeggen, wat er met mij gebeurd is, dat is zo'n ongelooflijk groot wonder, dat had ik niet voor mogelijk gehouden. Ik lees het. En er staat, en Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten die Matteüs heette. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en hij volgde hem. En het gebeurde toen hij in het huis van Matteüs aanbag, zie veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en met zijn discipelen aan. En toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen zijn discipelen, waarom eet uw meester met tollenaars en met zondaars? Maar Jezus die dat hoorde, zei tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Een bijzonder verhaal. Matteüs, zijn naam betekent geschenk van God, is tollenaar. Hij had bij de Romeinse overheersers een ruimte gehuurd om daar tol te heffen voor de Romeinen. En het was gewoon in die tijd dat als je voor de Romeinen ging werken, eigenlijk als een soort NSB'er, dat je dan voor je eigen inkomen mocht zorgen door iets meer te heffen dan eigenlijk nodig was. En daarom stonden tollenaars niet goed bekend. Het waren afpersers. Ze heulden met de vijand en ze deden er eigenlijk niet meer toe in de samenleving. Ze mochten ook niet getuigen bij de rechtspraak. Ze werden eigenlijk uitgekotst door de samenleving. En Matteüs, eenmaal die keuze gemaakt, kon hij niet meer terug. Alle mensen in Capernaum, want daar gebeurde dit, die vonden iets van hem. En hij kon niet anders meer dan dat accepteren. Die ene keuze die gevolgen heeft voor de rest van je leven. Misschien heb jij, nu je zit te kijken, ook wel keuzes gemaakt in je leven. Die gevolgen hebben voor de rest van je leven. Dat je door de mensen om je heen in een bepaalde hoek gezet bent. Ze vinden iets van je en dan kan je niet meer terugdraaien. Je komt er niet meer vanaf. Eenmaal een verkeerde afslag genomen en daar moet je het dan mee doen. Matteüs die hoort dat Jezus langskomt en hij heeft gehoord van de wonderen die hij heeft gedaan. En hij was nieuwsgierig. Jezus, wie zou dat zijn? Zou ik hem kunnen zien als hij hier bij mij voorbij komt? En misschien dat hij wel in het hokje zo rechtop is gaan zitten om maar een glimp van Jezus op te kunnen vangen. En dan komt Jezus voorbij en dan staat er in Matteüs 9, daar staat, en Jezus zag hem in het tolhuis zitten. Dus wat moet dat geweest zijn? Dat Jezus Matteüs aankeek, dat Matteüs merkte dat hij gezien werd door Jezus. Zijn ogen ontmoetten die van Jezus. Hun ogen raakten elkaar. En wat zou Matteüs daar gezien hebben in die ogen van Jezus? Ik denk dat ik het weet. Ik denk dat het liefde is geweest. Acceptatie. Jezus keek hem aan en in die ogen zag hij wat hij zo lang niet meer gezien had. Iemand die hem zag. Iemand die hem accepteerde zoals hij was. Iemand die hem het gevoel gaf dat hij er mocht zijn. Maar Jezus liet hem daar niet zitten. Jezus riep. En hij riep tegen Matteüs, volg mij. En Matteüs kon niet anders meer dan opstaan. En het staat er ook zo mooi in Matteüs, heeft hij eigenlijk zelf geschreven. En Matteüs stond op. Wat hier gebeurt is eigenlijk dat het voor Matteüs Pasen is geworden. Met Pasen, dan geloven we dat Jezus is opgestaan uit de dood. Zo heeft Matteüs het ook ervaren. Hij stond op. Hij kreeg nieuw leven. Een nieuwe kans van Jezus. Als je zelf vastgelopen bent in je leven en je weet niet meer hoe het verder moet, weet dan
dat er bij Jezus altijd een nieuwe kans is. Vandaag roept Hij jou. Hij ziet je zitten. En het is aan jou of je ook in die ogen van Hem wil kijken. Of je, als je zijn stem hoort, ook opstaat en Hem gaan volgen. Hij wacht op jou.